niet op. Zet door. Want dat geeft u de mogelijkheid om de doelstellingen die u heeft, de ambities die u heeft, de wensen die u heeft, te realiseren. En de obstakels die op uw pad komen, en die zullen er zeker zijn, te kunnen overwinnen. En ik zal het heel makkelijk doen. Een voorbeeld daarvan ben ik. Ik heb een graad in de rechten, behaald aan de universiteit. Een graad in de bedrijfskunde, behaald aan de FHR School of Business. En die studies heb ik simultaan gedaan. Maar dat is nog niet alles. Onlangs heb ik mijn pedagogisch getuigschrift behaald op het IOL. En nu ben ik in het tweede jaar van mijn Masters in Education and Research for Sustainable Development op ADEC. En daarnaast ben ik beleidsadviseur op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dus, ik geef nooit op. Ik heb een motorische beperking, dus dat heeft te maken met bewegelijkheid. En daarom loop ik met een rollator. Maar het is juist deze rollator die mij sterker maakt. Die mij helpt om obstakels te overwinnen. Ik ben mijn dromen achterna gegaan, mijn wensen achterna gegaan. En die boodschap wil ik ook aan u meegeven om uw wensen achterna te gaan. Want u hebt maar één leven. En opgeven bestaat niet. Dus blijf doen. Ook al lukt het niet in één keer. Blijf evalueren. Blijf aan uw persoonlijke ontwikkeling werken. Want u bent een bron van onuitputtelijke kracht. En hoe meer u uzelf leert kennen. Hoe meer u doorzet. Hoe meer u vecht om de uitdaging aan te gaan. Ik weet zeker. Er zal een dag komen dat u succes mag omhelzen. Dus dames en heren, jongens en meisjes, denk eraan. Don't think out of the box. Think like there is no box. And the sky is not the limit, the way we think is. Dus als je het in je hoofd hebt gezet om niet op te geven, zal dat ook niet gebeuren.